Nu er weer een concessie is uitgegeven in het Wayana-gebied, is Yupta Itowaki, voorzitter Stichting Mulokot, benieuwd of de behandeling van de wet grondenrechten daadwerkelijk in oktober zal beginnen. Tijdens de laatst gehouden FITS-conferentie heeft de president nogmaals beloofd dat de wet in oktober behandeld zal worden. Itowaki zegt dat zij benieuwd is of de president de daad bij het woord zal voegen. Over 2 weken ongeveer is het oktober, dus ik ben heel benieuwd. Ik wil kijken als deze president, als deze overheid, ze hebben eigenlijk al keer op keer, niet alleen voor inheemse, maar aan de hele Surinaamse gemeenschap hebben ze ons elke keer voor de gek gehouden. Dus ik vraag me af, als wij een kleine groep Wayana en inheemse, die maar een hele kleine procent uitmaakt van de gehele Surinaamse samenleving, dat weer een voor de gek houderij was. Dus ik ben benieuwd. Itowaki wijst erop dat niet alleen deze regering beloofd heeft het grondenrechtenprobleem van de inheemse en tribale volken te doen behandelen in het parlement. Ze geeft aan dat ook andere regeringen hebben toegekeken hoe de rechten van de inheemse worden vertrapt. En dat het niet de eerste keer is dat concessies worden uitgegeven in inheems gebied. De overheid, deze overheid en de voorgaande overheden hebben allemaal gezegd dat ze zullen werken aan grondenrechten. Ook de vorige president die claimt dat hij inheems is, heeft gezegd dat hij grondrechten zou regelen voor ons. Maar hij heeft het niet gedaan. Deze overheid zegt ook hetzelfde. Wanneer ik ze hoor praten, hoor ik alleen maar het tegenovergestelde wat ze zeggen. Dus ik weet niet wie ze voor de gek houden, maar ze houden mij zeker niet voor de gek en zeker niet de Wayana-gemeenschap. Itowaki vindt het erg dat het uitgeven van concessies nog steeds doorgaat in inheemse gebieden. Desondanks hoopt zij dat de regering zal doen wat zij beloofd heeft om het grondenrechtenvraagstuk te behandelen, waardoor dit fenomeen tot het verleden gaat behoren.